Hallo, mijn naam is Sylvester Schatman, al jaar en dag een van de drijvende krachten te restaurant Hofke van Basel. We gaan iets vegetarisch voor jullie maken vandaag. En wat hebben we daarvoor nodig? Een van de mooiste groenten, koningwinter, groene kool. Dat gaan we combineren met frisse toetsen van citroen, sierkolen uit de moestuin, kruiden en bloemen om af te werken. Als allereerste gaan we deze in de oven steken. Deze is voor 3 uur onderweg, 250 graden. Gaat een tijdje duren, wordt volledig zwart en daarvan gaan we het lekkerste binnenste gebruiken. Vervolgens gaan we ons uiensoep opzetten. Heel eenvoudig, de ui mooi schillen. Zo, voor onze uiensoep moet dat allemaal niet te mooi gesneden zijn. Gewoon grof snijden. We gaan die nadien aanbakken in een klontje goeie boter uiteraard. Zo, de uien mooi bruin laten karamelliseren. Het top doet dat ook niet te hevig of de onderkant gaat zwart zien, de bovenkant trouwens. Eens die goudgeel gebakken zijn, gaan we bevochtigen met deze mooie gekarameliseerde groentebouillon. En dan heeft u een top uiensoep. Volgende dat we gaan maken is onze crème van parmezaanse kaas. We nemen 400 gram parmezaanse kaas, 1 liter melk. En als volgende gaan we kiezen, uiteraard vegetarisch, een natuurlijk bindmiddel. We nemen 15 gram, gaan we er gewoon bij doen en vervolgens gaan we dit naar 100 graden brengen. Rest er ons alleen nog de champignons te bakken. Het is altijd lekker, de pittigheid van een shallot er op het laatste bij. En onze kool die zal ondertussen ook al mooi zwart zijn. Dit is het resultaat dat we gaan willen. We hebben de korst zwart geblakerd, die gaan we straks wegdoen. We snijden daar een mooie dunne plak van en die gaan we dan gebruiken als basis voor op ons bord. We kunnen gaan dresseren. Voilà, dan gaan we nu die champignons er mooi tussen leggen. Voilà, het gerecht dat gaan we afwerken met de mooie sierkooltjes. En naaldkolen, dat is zo'n beetje het laatste wat dat in onze moestuin staat voor dit jaar. Dit is mijn gerecht, mooi zwart geblakerde groene kool. Daarbij gecombineerd de champignon en de bouillon van ui. Meer moet dat soms niet zijn, gewoon lekker groen, smakelijk.